Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Er is weinig bewolking boven Nederland aanwezig. Alleen boven de Noordzee is wat hoge en middelbaar bewolking. Zo af en toe zien we die dan in het westen van het land. Maar verder begint de dag toch wel aardig met geregeld zonneschijn. In het noordoosten komt eerst nog wel plaatselijk mist voor. Vanmiddag is het vrij aardig met geregeld zonneschijn. De temperatuur loopt op naar 12 graden in het noorden van het land tot 16 in het zuiden. En daarbij staat niet al te veel wind vanuit het zuidoosten. Vanavond is het soms helder. Lokaal kan weer mist ontstaan. Soms drijven wat hoge wolken sluiers over. En het kwik daalt vanavond naar 11 graden. En morgen ziet het er weer prachtig uit met veel zon. Het wordt vrij zacht, 16 graden in het noorden tot 18 in het zuiden van het land. En ook morgen waait het amper vanuit het zuidoosten. En zondag is het ook een mooie dag, maar in de nacht naar zondag toe kan het wel koud worden, met lokaal vorst aan de grond. Zondag overdag wordt het 15 tot 17 graden. Maandag blijft het ook nog droog en ook dinsdag is een droge dag, maar het kwik gaat wel geleidelijk aan naar beneden naar 11 tot 13 graden. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.nl.